Yo mensen, meer voor kunnen hier vandaag weer een nieuwe video. Vandaag ben ik met Jernie en wat we gaan doen, we gaan de legertoren gaan we eigenlijk laten ontploffen. Want ja, daar hebben we zin in. Dus laten we maar beginnen. Nou, oké, we hebben een mooie Centornootje. Heb ik gisteren gekocht met korting. Dat is echt de eerste auto die ik heb gekocht met korting. Maar ik heb hem ook best vet geüpgraded. Tenminste, ik vind hem zelf best vet geworden hoor. Nou, laten we maar naar de legerbasis gaan. Oké, je bochtje nemen, door de schoentjes, Spinewood Hills dingen. En dan moet ik niet tegen die auto aanbotsen, want die zei is één voorlicht volgens mij weer kapot. Dat is niet mooi. Dat is echt niet mooi. Ik weet de weg eigenlijk. Ik hoop dat ik de weg weet, want ik heb mijn minimap niet. Dus ik ga gewoon kijken of waar ik heen moet. Ik ga gewoon, ja... Weet niet. Die legerbaas daar al in de verte. Oh, ik ben nog op de weg. Lekker. Oh, hier naar. Ja, daar moest ik erin. Daar ben ik weer van de weg af. Ah, weet niet meer. Legerbaas is echt het enige plekje waar heel veel licht is. Want je hebt in de bergen zit er wat nergens echt zo'n dorpje met zoveel licht of zo. Hier zit wel heel veel licht ook. Dat is makkelijk te zien dan. Hier naar rechts volgens mij. Gewoon richting de legerbaas ook. En anders weet ik hier niet welke weg dit is. Maar we gaan gewoon deze kant op. Dan komt het hopelijk wel goed. Oh, ik weet volgens mij. Oh, dit is die weg naar dat tankstation. Oh. Nou, laatst gaan we er ook even heen. Gaan we even wat te drinken pakken of zo hier. Even een flesje cola pakken. Ja. Ik ga naar de rode automaat. Zo, $1. Pak Jernie ook even eentje uit de groene automaat. Zo, weg ermee. Gooi het ook zo lekker op Jernie. En je moet even snel instappen, ja. En dan kunnen we weer gaan. Ik had dat crew logo er toch afgehaald van mijn auto. En dan zit hem nu weer op. Oké, daar. Daar is de leegwas al, daar is de tunnel. We gaan gewoon via dat ramp dingetje. Lijkt me wel handig. Want er is er van, ja, bij de bergen daar gewoon. Zo'n heuveltje is dat dan. En dan kan je zo over het hek heen. Oh, ja, nou die dingen zijn kapot. Nou, dan maken ze meteen allemaal kapot. Oké, nou. Ik denk dat het beter is als we Lester even bellen en dat we dan die kopster een blind eye doen. Ja, dat gaan we even doen. Lijkt mij wel handig. En Lester, oh daar staat boven. Was ik er nou voorbij gegaan? Oh, is het gratis? Oh, nou, dat is ook handig. 3 minuten, oké. Okay. Ja, oh, nee, ja. Oh, het is gelukt, mooi. Ik dacht dat het niet zou lukken, want ik ging tegen het hek aan botsen. Meestal lukt het echt nooit de eerste keer, want ik ben daar heel slecht in. Maar het is wel gelukt. Ja, dan gaan we in de controletoren ding. Hier kunnen we niet doorheen, want er staan wel allemaal van die muurtjes. We omrijden, want we hebben toch de tijd. Hallo meneer, hoe gaat het met u? Goed, oké, mooi. Oh.
Zo. Hoezo schiet u op Johnny, meneer? Hoezo? Oké. Johnny is er alweer binnen. Dan gaan we meteen even naar boven. Met de trap die heel lang duurt. Met die trap. Kijken of de meneer boven nog staat naar zijn vliegveld te kijken. Die meneer die daar naar zijn vliegveld staat te kijken, maar meestal zit er wel meneer, die gaat dan dood. Dit trappenhuis is altijd zo lang, dit duurt zo lang. Oh, het is ook zo saai om de hele tijd die trap op te lopen. Wat je alleen maar ziet is een trap en dan zie je er cijfertjes staan. En lampjes, leuk. Het zou niet leuker zijn als er op elke verdieping een kamertje zat of zo. Het zou wel leuker zijn, denk ik. Want dan had je ook meer om te laten exploderen. We gaan weer eindelijk op die dingen 6. En we zijn boven. Mooi. Kijk of hier iemand zit. Nee. Hier is niemand, maar ze hebben hun computers nog wel aan laten staan. En kijk, in de lift is daar iemand. Nee. En hier binnen is hier iemand. Nee. Oké, nou, dat gaan we straks allemaal kapot maken. We gaan eerst kijken of er boven nog iemand is, want daar staat meestal wel een mannetje. Even kijken. Oh, hallo meneer, hoe gaat het met u? Ja, goed, oké. Hey. Zo, nou, dan ga je dood. Oh, en nu heb ik 4 sterren. Ik dacht dat ik een blind eye had. Oké, ja, de exit is daar, dat weet ik. Nou, opeens gaat er ook zo'n muziekje afspelen. Nou, al mijn sticky bombs, 25. Al de computers even laten ontploffen. De mand laten ontploffen. Stoeltjes. Computers daar. En hier. En daar. En daar. Al genoeg, nee. En daar. Als Charlie er nog een paar gooit, want ik heb er nog maar niet zoveel, want ik moet ook nog de rest van het gebouw opblazen. Oh, dat is een... wat is dat? Dat is een verrekijker. Klopt. Ja, oké, dan kunnen we wel naar beneden. En dan laten we even alles op. Het lijkt me niet zo handig als we hier gaan staan, dan kunnen we nog doodgaan. Dus ik ga bij hier staan. Als Charlie ook even hier komt, ja, hij volgt me. Oh. Mooi. Heel mooi. Nu deze verdieping nog. Laten we maar beginnen met dit kamertje hier. Hier zag ik wel veel apparatuur staan. Zo, zo. En zo. Oh, zijn niet. Oké, die zat erin. Dat kistje. Daar nog wat. Voor die computer daar. Oh, nog wat in mijn kistje. Nou ja, ook goed. Die dingen. En dat ding. En die dozen. En die kastjes. En de computers. En dan zijn ze denk ik wel klaar. Ik denk dat we wat meer naar achter moeten. Ja, de lift is perfect. Zo. Oh. Oké, die vliegt nu. Lol. Oké, nou laat lekker vliegen. Ga niet meer open. De lift nog laten ontploffen. Juist. Oh, hij doet er nog. Nou, oké, nu moeten we eigenlijk nog alleen maar deze kamer opblazen, denk ik. Ik heb niet meer zo heel veel sticky bombs. Ik heb er nog maar iets van 2 of zo. Nou, eerst al die dossiers, dingen. Wat is weg. Die daar ook nog. Al papieren vliegen in de rondte. Mama gescheurd. Oh, en ze zijn weg. Viel die daar nou achter? Oké. Computer kapot. Alles kapot. Telefoon kapot. Die bladeren daar, ja. Komt die daaronder nog kapot? Nee. En daar. En de computer ook nog. Kaarten, alles kapot. Ja, dat is heel erg mooi. Die computer ook nog kapot. Nou, die map is daar ook nog kapot. Zo. En nu ga ik wat sticky bombs neergooien. Als Jernie nou ook even wat sticky bombs neergooit, want ik heb geen sticky bombs meer. Ja. Even kijken. Dat ook nog kapot maken. En alles ontploft.
weer naar beneden. En dan mogen we weer al die trap naar beneden. Maar naar beneden is denk ik wat sneller dan naar boven. Kijken of er nog boven is iets is wat we gemist hebben. Wow. Kijk, er boven niks meer. De lift is kapot. Ja. Nou mensen, het hele gebouw is volgens mij wel kapot. Het duurt wel een tijdje voordat het gemaakt is. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet dan niet te liken, te abonneren en te reageren. En dan zie ik jullie hopelijk de volgende video. Later!